gek beestje. Oh, wat zie je eruit. Snuffelaar. Nee, dat gaat niet. Er zitten stenen onder. Vrouwtje komt straks weer terug, ja? Vrouwtje komt straks weer terug. Ja, vrouwtje komt straks weer terug. Hé. Hey. Dag meisje. Ik ga meteen lekker slaapje doen, hè? Ja, lieve vrienden, een hele goede morgen op, ja, nogal voor mijzelf niet een goede morgen. Nee, ik vind het allemaal maar weer eng. Maar ja, het is niet anders. Ik moet Rijka zo meteen naar de dierenarts brengen, want die wordt gesteriliseerd. Of wij zeggen dat ze moet een ritsluitingje hebben. Begint de dokter altijd wel weer te lachen. Maar in ieder geval, ja, ik vind het altijd wel weer toch eng. Je weet me nooit hoe het dier op narcose reageert. Ik zelf ben bang voor narcose. Want ik heb één keer een simpele kijkoperatie gehad. En toen werd je nog helemaal onder narcose gebracht. En toen kwam ik bijna niet meer uit die narcose vandaan. Dus ja, ook narcose heeft soms een gevaren. Ze staat nou weer in de vensterbank, de dame. Nog van niks wetende. Ik neem jullie wel mee, maar ja, hoe en wat, hoe ik het moet hebben, ik weet het niet. Buiten, voor kan ik even volgen van hier in de dierenpraktijk. Maar het komt allemaal wel goed. Ik ben wel zelf op de zenuw, want ik heb de hele nacht, ik sliep bijna. En toen hoorde ik ergens in de verre verte mijn telefoon. Oh, van wat is het? Nou, dat kan niet veel zijn, want... Degenen die weten dat ze s'nachts mogen appen, dat zijn er niet veel die dat doen. Was Karin. Bel me maar als u Rijka heeft afgeleverd. Nou, ik weet niet. Nee, zij had de rust nodig. En ze lag dus ook laat op bed. Of sliep laat, laat ik het zo zeggen. Maar in ieder geval, het was 3 uur geweest. Dus ja, die heeft ook de slaap hard nodig. En daarbij, wie weet, duik ik er ook nog weer in terug. Ja, want ik ben echt back up. Ik ben heel erg moe. Dus ja, dan denk ik dat ik ook nog wel een uurtje of zo mee pik. Leg er helemaal ook aan hoe laat ik Rijka weer op kunnen halen. Maar ik wens jullie ook natuurlijk weer welkom bij een groep nieuwe vlog. Dat vergeet ik weer helemaal, omdat ik gewoon helemaal in de zenuwen zit. Ja, helemaal zin. Voilà, plog. Ja. Kom eens even bij me. En wat ik dus zo erg vind, ze mag niks plekkers hebben, nee. Vrouwtje heeft eten. Oh, meisje, joh. Vrouwtje heeft te eten staan. Zij mag niks hebben. Nee, wat wil je nou? Ja, dat zie je allemaal liggen, hè. Is allemaal voor jou, hè. Dat mag je niet hebben. Nee, je bonken en... Oh, ja, joh. Meisje toch, nee, mag je niet hebben. Nee, mag je niet hebben. Ik heb een plastic tas op de tafel leggen en daar ga ik de bonken op. En weet ik veel uit mijn hoofd hoe dat ding heet. Nou, laat ik het maar niet zeggen. Ik weet het niet. En een stukje van een kippenpoot, laat me zeggen. Hé, maar ze mag het allemaal niet hebben. Nee, joh. Nee, je mag niet. Je moet nuchter verschijnen. Ja, hier staat ook niks op de grond. En boven staat niks op de grond. Hé, nou doe maar. Dit doe ik me alleen om zeer. Kijk, een stukje van een kippenpoot. Dat is speciaal voor honden. En dan dit apparaat. Nou, hoe dat heet weet ik zo uit mijn hoofd niet. En dan deze bonk. En deze bonk. Plastic, dus leg het goed. Niks aan doen. Het maanden was. Zo. Handdoekje. Nee, boefje. Ja, nou, boefje. Ja. Nou, en ik heb mijn eten voor mijn neus staan en een bak koffie. Dus ja, ik ga lekker een bakje
koffie drinken en mijn broodje opeten. En ik moet er 9 uur afleveren. Daarvoor die tijd, ik ga met de broer even een stukje over de gracht. Dan kan zij mooi eventjes haar behoefte doen. En dan aankachelen naar de dierenarts, want dat is richting Den Helder uit. Ja, maar ik zeg altijd richting Alkmaar. Het is, ja, je kent dan, na die tijd ken je nog wel een wijk in enzovoorts. Maar ik zeg altijd, van de gracht is het eigenlijk in principe de laatste straat recht. Ja, daarna ken je nog wel, als je over de brug komt, ken je weer geloof ik een keer rechts. Dan ga ik de Schoten in en weet ik veel wat. Maar ja, je gaat dan richting Alkmaar. Nou ja, oké. Prima toch. Ja, dan begrijpt men mij wel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Het is prachtig mooi weer. De hemel is weer blauw. Ik zie daar wel een paar wolkjes drijven en daar ook wel boven zee, maar voor de rest is het weer prachtig mooi blauw. Ik heb wel iets warmers aangedaan, mijn voetjes zijn wel bloot, maar dat doet er ook niet toe. Ik doe wel mijn winterjackie aan met een dunne jasje eronder, want het is nylonvoering, dat gaat plakken, dat moet me niet. Kijk, kreeg ik ook vannacht nog. Ja. Twee katten hadden een aanvaring, kan dat met eeuw in. En toen was het een haal in mei. Ja, hallo. En bloeden. Nou ja, oké. Okay. Ik denk, ik doe wel even een kruisje erop. Maar oké. Want het is een beetje warmer, want ik neem wel vol vaart. En het is meestal daarom koud. Ja, het is daar nooit echt warm. Zomers ook niet altijd koud. Het is daar 19 keer op schaduw. Maar oké, okay, ik zou zeggen, geniet ze. Ik hou jullie op de hoogte. Ik neem jullie mee. En ja, we zullen het beleven. Ja toch, dan kan ik het niet beloven. Nee. Ik kan niks beloven. Ik kan enkel maar jullie wel meenemen. Maar of ik eraan toe kom, ik kan het ook wel weer vergeten. De zeemeeuwen, zo ben ik nou eenmaal. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik zou zeggen, in ieder geval, tot straks. Doei! Ja, lieve vrienden, mijn klok die zegt net dat het is kwart over. Maar op mijn horloge is het 18 minuten over. Laat is het nou? Ik weet het niet. Nee, maar ik ga me wel langzamerhand klaarmaken. En met Rijka even over de gracht. Ze ligt daar lekker nou heerlijk in het zonnetje te genieten. En Ewen die zit daar. Dus ja, heerlijk zo saampies. Maar ja, oké, ik zou zeggen, ik ga me dus klaarmaken met de booster en alles. En dan gaan we eerst langs de gracht en dan rijden we langzamerhand die kant op. En ik heb een tasje klaarleggen. Daar gaan jullie in, want jullie gaan in het voormandje. Mijn tas die komt bij Rijka, mijn eigen tas. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden. Ik hou het dus jullie op de hoogte, maar geniet ook van jullie eigen mooie, bijzondere dag, want het is mooi weer. Laat ik jullie even zien en genieten. Ja, mooi blauw, strak blauwe lucht, zwaluwtjes vliegen hoog. Ja, het is echt heel mooi. Of niet dan, Ewin? Ook even ruiken. Maar ook even ruiken. Oh ja. Oh joh. Och, meisje toch. Och, meisje toch. Hé? Ja. Jezus lief. Ja. Oeh, je gapen. Nou. Wat voor dikkie. Hé? Dus ja. dat ik ga dus mijn gevelen klaarmaken, zou ik zeggen. Ik zou zeggen, ik hou jullie dus verder op de hoogte en van drijven in zeilen. En ja, ik denk dat het wel een vlog gaat worden voor vandaag. Maar ja, maakt niet uit, het moet kunnen toch, ja. Hé? Nou, zeg maar, dag allemaal. Dag allemaal. Dag allemaal. Doe me zo met pootje dag. Hé? Nou. Zeggen tot later. Doei doei. Nou, we zijn dus al gearriveerd.
Zoals jullie al zien, en Rijka die is hier achter mij. Dus ja, we zijn bij de dierenarts en we zijn ook zelfs nog te vroeg. Want het is 8:47. En dus... Dat we gaan nog eventjes mijn stok zien te pakken. En daar even het hele stiekje af te halen. Zo. Wat? Ja, meisje. Oh ja. Ja, en ik moet jullie even neerzetten. En ik weet niet hoe ik dat allemaal hebben moet. Zo even, want ik moet mijn tas hebben. En ik hoop niet dat jullie vallen, want Rijka die is ook bezig. Ik moet mijn tas even hebben. En die ga ik aan mijn arm hangen. En dan kan ik jullie in mijn hand hebben. Ja, zo doen we dat. Ja, wat is er gek? Mijn sleuteltje heb ik ook. Nou, zullen we kijken of de deur al open is? Nee, hij is nog dicht. Ja, hij is nog dicht. Kom maar, gaan we even lopen. Ja, gaan we nog even lopen. Ja. Hé? Nog eventjes een loopje doen. Hé? Ja, 9:00 is 9:00, zou ik ook zeggen. Hé? Ja. En hier liggen allemaal woonschepen achter. Ja, ook dat hebben wij hier. Het is een smal straatje. En de dokter is er nog niet, want die komt ook met de auto. Ja. Ik wil zeggen, woont hij dan niet boven? Nou nee, daar heeft hij zijn kantoor en een keukentje en een toilet, etc. Dus ja, wat doe je nou allemaal? Hé, dametje? Hé, wat ga je allemaal heen? Wat moet je? Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Hé, waar gaan we heen? Nou, we gaan niet al te ver. Dat redt vrouwtje niet. Nee, niet zonder rollator. Nee, niet zonder rollator. Hé, kom maar. Gaan we die kant weer op. Ja, piepert. Piepert. Het is toch wel leuk zo, hè? Oude piepert. Oude piepert. Nou, we zijn te vroeg, we zijn te vroeg. Jo, jo, jo. We zijn te vroeg, we zijn te vroeg. Hé? Kijk, en dan is dit mijn scootmobiel. Ja. Amazing Woman, dat heb ik nog van mijn man gehad. Hier. Daar had je de dokter al, geloof ik. Ik weet niet eens het zeker. Maar in ieder geval, dat is mijn scootmobiel. Zoals jullie allicht zien. Dus ja, helemaal top. Ik zit in de buurtpreventie. Ik help oma Gent. En dus... Ja, nou, dan loop je er zo. Helemaal eromheen. En zoals jullie zien, ik heb een windscherm. Ik speel Pokémon Go. En dus ja, helemaal perfect. Hé? Ja nou, Rijka?
Ja, hè? Zullen we even zien waar die auto is gebleven? Hè? Zullen we even zien waar die auto is gebleven? Mam, meisje! Nee, die is doorgereden door zomaar Dok niet. Nee. Je staat verkeerd. Niet om me heen lopen. Gek beestje. Gek beestje. Oh, wat zie je eruit. Snuffelaar. Nee, dat gaat niet. Er zitten stenen onder. Ja, er zitten stenen onder. Mal meisje. Ja? Hé? Nou, die deur is nog steeds dicht hoor. Wat staat daar al op? Helemaal, hè? Dat is gesloten. Ja. Oké. Nou, dan zullen we eventjes weer proberen, maar nee, hij is nog steeds dicht. We moeten gewoon nog afwachten. Ja, we moeten afwachten, meisje. Ik ga zitten even, vind je het goed? Hé, wat ga je doen? Oh, ze komt hier ook naartoe. Oké, dan zit ze op mijn vloertje. Staat, hangt. Piep, piep, piep. Piep, 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 piep. Ja, dit is de dag van Rijka. Ja. Hij is 60 jaar en nu alweer een dag van haar. Het draait helemaal om Rijka. Ja. Potverdikkie. Goedemorgen, daar hebben de assistenten. Ja. Ik ben aan het vloggen, hè. Je voetjes mogen erop, jij mag er niet op. Nee. Ja, het is Rijka haar dag, hè? Ja. Zo zaterdag jarig en nou, hè? Een ritsluitingje. Nou, dat zijn dus de voetjes van de assistenten. Ik kom er zo aan. Is goed, meis. Je pet zit scheef. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee hoor. Kom eens. Kom eens, mevrouwtje dan. Oh ja. Oh ja. Ja. Oh ja. Je hebt het ding onder je. Kom eens hier. Rijka, kom eens hier. Niet te moeilijk doen. Kom eens hier. Kom eens hier. Je pootje. Zo ja, goed zo. Ja. Ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Druikje. Hé, wat ruik je? Hallo, wat ruik je? Hallootjes. Nou, die deur wordt al open gedaan. Zie je dat? Speciaal voor jou. Hé, speciaal voor jou. Speciaal voor jou? Oh.
Oh, wat mooi. Kunnen we gelijk even bewegen? Waarom voor? Oké, hop. Rijka. Rijka. Ja, dat moet je niet zo. Kom. Je loopt er helemaal omheen. Wat doe je nou? Hier. Oh, 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 oh. Hoe doen we dat? Jeetje, meisje. Sloep ze daar helemaal omheen. Die kant op. En die kant op. En die kant op. Ik wil je op de weegschaal hebben. Kom eens hier. Kom eens daarop. Kom eens hierop. Ja, hallo. Ik ben Baasje, niet jij. Ga zitten. En ze beweegt. Nou ja, het zal. Het schommelt van de ene kant naar de andere kant. Rijka, kom, gaan we zitten. Waar mag ik zitten? Over. Oh. Nee, kom. Hup. Zo. Hier blijven. Kom. Zo. Ook zo'n lief hondje daar. Nou. Zie je dat, Rijka? Ja, ik ben aan het vloggen. Oh, leuk. Het komt op YouTube te staan. Wat leuk. Zo zaterdag was zij jarig, is een jaar geworden. Gefeliciteerd. Dank je. En nou moet ze dus onder het nest een ritsluiting. Ja, precies. Want ik wil niet dat ze puppies krijgt. Nee, natuurlijk niet. Maar ik ben dus een vlogster. Leuk. Je kan me volgen op YouTube. Ik heb geen visitekaartjes meer. Oh, kan je onthouden? Ik hoop het. Heb je pen en papier bij? Nee. Oh. Corina met IE. Ja. Nou, dat is toch al makkelijk om ja, dat te doen. Nou, en dan. En de beestenboel. Oh, dat kan ik wel onthouden. Want ik heb haar en twee katten. Oké, okay. Nou, dat kan ik wel onthouden. Ja. Corina en de beesten. Corina. Corina. Ja. Okay. En dan met IE. C-O-R-I-E-N-A. Het is op de ouderwetse manier geschreven, ja. Nog op de manier voordat ik bestond. Lekker ouderwets. Ja. En lekker oer-Hollands. Ja. Hé, meisje. Ja, we waren vroeger, dus ik heb hier ook nog even lager plassen. Ja. Ja. Kom. Ja, nou. Oh ja. Ja, maar ze was het er niet mee eens dat ze er. Ja, weet ik veel hoe dat allemaal heet. Ze had een paar bonken. Nou, die heb ik van eraf moeten nemen. Ze had nog iets wat ze op kreeg houden en dat ze op mag eten. Moest ik van eraf nemen. Ja, en kippenpootje had ze. Want ik heb vorig jaar, november, heb ik mijn hondje moeten laten slapen. Mijn vorige hondje. Ik heb goed wat in de oren gestaan. Ah, en die had dan aan zijn rug gemerkt, dat brokkelde af, waardoor die verlamming te schijnsel kreeg. Ja. Die is naar zijn baasje toe gegaan. Maar niet veel later kreeg van mijn dochter en mijn schoonzoon haar op mijn schoot geworpen. Ja. Nog geen 5 maanden. Oh. Dat, ja. Ze is nou net dus een jaar geworden, ja. Maar ik kreeg met haar, kreeg ook een hele grote doos vol met spullen voor haar. Okay. En ik kreeg er voor Sinterklaas, voor de kerst en voor mijn verjaardag in één. Nou was ik 23 juni jarig en toen kreeg ik een staartje, zei ik. Leuk hoor. Een leuk beestje. Ja, dat zeggen ze allemaal. Oh ja. Deze is 6. Hello. Ja, voor 6. Ja, u mag ik niet filmen natuurlijk. Nee, dat is niet. Dat is niet helemaal. Nee, oké. Bo, de filmpje. Ja, daar komt Bo er ook op. Ja, hallo Bo. Hallo Bo. Nou ja, dat kan je me nou helemaal op gaan zoeken, want je komt er zelf op. Ja. Dat is leuk. Ja, zeker. Ja, we gaan maar kijken hoor. Ja. Ja, nou, en ik heb toevallig samen zaterdag met mijn dochter een nieuwe intro gemaakt, want dat had ik nog eigenlijk verder niet.
Dat was ook hartstikke leuk, even naar Cape Holland geweest. Oh ja. Oh ja, meisje. Oh godje toch. En die zit te hijgen. Nou, wie ben jij genoemd, Bo? Hij gewoon Bo. Oh, oké. Volgende is een mooie naam. De vorige hondje heet Levi. Nou, die heet Levi. Heb ik ook een hond gehad. En mijn dochter heeft een hond die heet ook Levi, maar die heeft er nog twee. Nou, deed er nou wel eer aan hoor. Ja. Toen ze ook als een Levi. Zij heet Rijka. Oh, dat is leuke naam. Ja. Hé? En dan heb ik nog een poezenbeestje die heet Eowyn. Oh. En ik heb nog een kater, dat ook natuurlijk wel geholpen. Ja. Die heet Gandalf. Aparte naam? Ja, van Lord of the Rings. En mijn vorige hondje heette Frodo. En ik heb nog een poezenbeestje gehad die heette Arwen. Maar ja, toen zat ik voor haar te zoeken naar twee lettergrepen. Ik kon het niet meer vinden. Nee. Ik denk, nou ja, dan ga ik wat anders verzinnen. Ja. En ze is dus van de straat afgehaald. Oh. In Roemenië. Oh ja, dat is. En dus een zwerfje. Dus ik zet het bij Google Vertalen neer. En ik ga al die landen naar. Kom bij IJsland. Stond in Rijka. Oh, dat is toch wel de naam. En mijn dochter die pakt die naam ook op. En die zet het weer bij meisjesnamen. Ja, ook een goede dag. Sorry. En die zet bij meisjesnamen neer. En toen kwam er uit bij de Chinezen of Japan, weet ik veel, dat het dan een mooie bloem was. Okay. Dat Rijka betekende een mooie bloem. Ja. Toen zeiden wij al tegen elkaar van nou, dan hopen we dat ons werpje mag opbloeien tot een mooie bloem. Nou, dat zou je zien wel, hè. Nog een hondje is schat. Nog een hondje, hè? Ja, ik weet niet of die mensen ook op de vlog willen. Die mevrouw wil wel. Ik ben een vlogster. Ik ben een vlogster. Oh, oké. Okay. Ja, wij zijn niet zo van internet, hè? Kom maar zitten. Kom maar zitten. Kom maar. Kom maar. Nou, dan sluit ik weer heel even af en dan kom ik zo meteen wel weer retour. Rijka. Nou, Rijka die loopt hier al in het praktijkgedeelte rond. Ze is nieuwsgierig naar alles. Ik zal wel even in een hokje stoppen. Je gaat in een hokje, krijg je nog een kusje van mijn meisje. Kusje, kusje, kusje. Doe ik het zo stelig toch? Zo. Nou, die mag er wel bij houden. Ja, ik bel hem op als ze weer naar huis mag. Mag ik er even nog veel meer in het hockey? Hey meis. Hey mijn meis. Hallo. Ga maar zitten. Ga maar zitten. Nee, doe je dat niet. Ga maar zitten. Hé. Hey. Ja. Vrouwtje komt straks weer terug, ja? Vrouwtje komt straks weer terug. Ja, vrouwtje komt straks weer terug. Hé. Hey. Okay. Dag meisje. Ik ga meteen lekker slaapje doen, hè? Ja, ik ga meteen lekker slaapje doen. Ik heb overleg wat hij nodig heeft. Zal ik hem straks even terugbellen? We zijn op het moment opereren. Ja, nou ja, dat was het. Ik doe het maar even zo. En ik zo meteen. Hier te zeuren, want die wil eten. Ja, logisch, heb ook nog niks gehad. Nee. Dus die ga ik zo meteen even lekker eten geven. En ik heb even wat voor mezelf gekocht. Ik heb het nog nooit eerder gehad. Tenminste, deze smaakt niet. Laat ik het zo zeggen.
met kaas en ui. Het is zo'n, ja, ik heb ze wel in de koelkast opleggen, die broodjes, maar dat zijn dan andere smaken enzovoort. En deze heb ik nog nooit gehad en deze komt net uit de oven. Het is wel lekker, enkel zijn ze al wel weer koud, maar het maakt niet uit. Plus top koud. Ja hoor, en deze mag niet tegen iets afgebakken worden, die andere moet je nog afbakken. Auw! Helemaal, potverdikkie. Nagels in mijn benen te zetten, oh, dat wil je niet voelen, nee. Maar oké, ik heb even voorraad chips gehad, want iedere keer als ik er kom, dan is het praktisch op. Of het ligt op een andere plek en ja, zoek het dan maar, want het staat niet bij, het ligt nou daar, nee. Dus ik denk, ik neem kwijt 4 zakken mee en ik heb een bounty mee voor bij mijn koffie, ja. Dus ik zou zeggen, en dat ga ik verrijken, allemaal weer terugleggen op de bank. Ja, en dan gaat mijn horloge. Waarom die nou gaat, weet ik niet. Waarschijnlijk in de nacht knopjes aangehad, ik weet het niet. Nou ja, het zal mijn worst wezen. Ik zit wel een beetje over mijn beestje nou in. Ja, dat moet zien dat de gekke hokkie. Nou, zielig hoor. Ja. Maar oké, meneer of een, dus jullie hebben het gehoord. Gaan we er weer ophalen. Dus dan zorg ik dat ik er weer ben. Ja. Dus voor nu, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie ochtend. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte. Neem jullie straks ook weer mee, of tenminste vanmiddag, om erop te halen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei.